Midden in Leerdam, direct aan het riviertje De Linge, staat het internationaal bekende glascentrum. Bij ovens met temperaturen boven de 1000 graden worden hier door kunstenaars gespeeld met glas. Dat ontstaat door smelting van zand, soda en soms lood. Door toevoeging van pigmenten ontstaat een scala van kleuren. Door gebruik te maken van verschillende technieken ontstaan objecten in ontelbare variaties. Men werkt hier samen met kunstenaars uit verschillende landen en helpt men elkaar bij het maken van iets unieks. Dit is Malaika, een student glasontwerpster uit Tsjechië. En zij wordt geassisteerd door Anthony uit New York, USA. Deze handgeblazen kunstvoorwerpen noemen we ook unica's. Door tijdens het draaien van de blaaspijp het glas in zijn model te houden, worden lagen leer gebruikt die met water worden gekoeld. Het resultaat moet eerst langzaam afkoelen. Daarom hebben we ook geen beelden van het eindresultaat. In de galerie naast het atelier staan verschillende unica's tentoongesteld.